Deze foto krijgen we geregisseerd door de zanger van de band, G. Love. Aan het eind van de opname zegt Garrett Andrew Dutton, geboortenaam, snel nog foto, foto, picture, picture. En hij regisseert zijn hele band en iedereen die meewerkt aan de opname voor dit plaatje. En dit is toch een mooi plaatje. Dit is echt een vrijheid, blijheid foto aan het einde van de opname op 8 november 1994 met G. Love en Special Sauce. Garrett Dutton III, artiestennaam G. Love, verraste met zijn band Special Sauce ruim een jaar geleden vriend en vijand met een opvallend debuutalbum. Opvallend omdat ouderwetse blues en hedendaagse hiphop nooit eerder zo makkelijk samensmolten. Dat die mix ook live uitstekend uit de verf komt, bewees G. Love tijdens Pinkpop dit jaar. Maar nog mooier komt zijn muziek tot zijn recht in de intimiteit van de 2 Meter studio. G. Love die is nog maar net begonnen aan zijn carrière als muzikant met zijn band. Overigens is hij begonnen in een kroeg in de omgeving van Boston, Massachusetts, waar hij is opgepikt door een platenlabel met de naam OKeh. En het OKeh-label bracht in het begin van de vorige eeuw, jaren 20-30, platen uit. Bijvoorbeeld voor immigranten van Tsjechische, Zweedse, Duitse, Poolse en Jiddische afkomst. En daarnaast ook heel veel zwarte muziek. Dus het was eigenlijk een vreemd en bont platenlabel, wat niet zozeer was gestoeld op de Amerikaanse oorsprong, maar de Europese oorsprong. Je kunt op zijn zachtst wel zeggen dat die Otto K.E. Heineman, de stichter van het OKeh-label, echt wel met iets bijzonders bezig is. De muziek die hij uitbrengt op het OKeh-label is ook de basis voor, laten we zeggen, de bijzondere status die het label heeft in de jaren 60. Want dan komen ineens muzikanten als Louis Armstrong voorbij. Curtis Mayfield werkt enige tijd bij OKeh. Johnny Guitar Watson, een jonge Johnny Guitar Watson. En ook een wat oudere Little Richard. Ze werken allemaal enige tijd bij en voor dat OKeh-label. Op dat label OKeh brengt dus G. Love met zijn band Special Sauce zijn eerste plaat uit. En dat klinkt natuurlijk allemaal wel heel mooi, maar het verhaal van OKeh is dat het jarenlang had stilgelegen, omdat er allerlei overnames waren gedaan. Er scheen niet altijd goud in de wereld van het OKeh-label. Dus werd het label meerdere malen verkocht. En de eigenaar in 1993, het Amerikaanse Epic Records, wilde graag een verse doorstart van het legendarische OKeh-label. En deed dat onder andere met artiesten als Little X, Papa Chubby, Cat Mo en deze band dus, G. Love. Als je de carrière van G. Love & Special Sauce dan overziet, dan kun je alleen maar constateren dat die man waanzinnig leuke en ontspannen en zen-achtige muziek heeft gemaakt. Met als grootste kraker dat ene nummer Blues Music. En dat pak ik dan ook graag terug. 8 november 1994, G. Love en Blues Music. Like two ain't gone west, your headphones on, drinking lemonade, chilling on the front porch, out the run a ball like you lost a $20 bill, and you got a free ticket, yo, from the scratch and win, and some suit issue. Hey girl, I think I need a tissue. Like you and your baby got nasty, cut off and left all alone, making eyes on the city bus again. Like grandma cooks a blueberry pie, and little sister got a boyfriend. Yeah. It's like smoking the ride when the final ride